Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag staan we hier met de Seat Ibiza FR. Wij gaan kijken of deze kleine hatchback zowel sportief als handig is voor het dagelijkse gebruik. Alvast welkom en veel kijkplezier. Het exterieur van de Ibiza past perfect bij zijn karakter. Er is gebruik gemaakt van strakke lijnen en er zijn ook Peak Xenon koplampen met LED dagrijlichten en LED achterlichten. Persoonlijk ben ik ook een fan van de kleurencombinatie van het allerblauw en het zwarte dak met de zwarte spiegelkapjes. Dit alles zorgt voor een moderne en frisse look. Ik ben net de Ibiza FR gaan ophalen en hij geeft me meteen hetzelfde gevoel dat ik kreeg bij elke Seat waar ik tot nu toe heb ingezeten. Namelijk het gevoel van een makkelijke en toegankelijke wagen. En dat merk je aan kleine dingen zoals bijvoorbeeld het navigatiesysteem dat zeer duidelijk is en heel gebruiksvriendelijk is. Alles is makkelijk terug te vinden en je hoeft geen genie te zijn om alles te kunnen gebruiken. De aanwijzingen zijn ook zeer goed, want ze komen hier op het scherm en als je dat wil ook op het kleine scherm tussen de toerenteller en de snelheidsmeter. Nu, verder is het bijvoorbeeld ook het verbinden van je smartphone zeer makkelijk. In mijn geval heb ik gewoon de USB-kabel erin gestoken en er kwam meteen op wil te verbinden met CarPlay. Voor wie dat niet weet wat CarPlay is, het is een deel van het full-link systeem van Seat. Dit wil zeggen dat een soort van interface van Apple samen gaat werken met het multimedia systeem van Seat. Nu, het is ook gewoon een aangename wagen om mee te rijden. Deze wagen is uitgerust met de 7 traps DSG en hij heeft deze comfortabele half leder, half Alcantara zetels. Deze sluiten goed aan, maar ze zijn ook zacht en comfortabel. Als je dus sportief wil rijden, word je niet te veel naar alle kanten bewogen, maar je kan ook makkelijk duizenden kilometers aangenaam rijden. Je hebt ook een goed breed gezichtsveld. Over het algemeen is het dus een zeer goede start. De Ibiza FR dat wij getest hebben was uitgerust met de 1000cc 3-cilinder turbobenzinemotor van Seat. Deze motor leverde een maximum vermogen van 110 pk en een maximum koppel van 200 Nm. De wagen weegt net iets over 1000 kg en dat zorgt ervoor dat hij 0 naar 100 doet in 9,3 seconden. Binnenin is de Seat Ibiza ook een zeer aangename plek om te verblijven. Hij is uitgerust met deze half leder, half Alcantara sportzetels die echt wel een aanrader zijn wanneer je van sportief rijden houdt. Ze zitten comfortabel, maar wanneer je door de bocht gaat, slaat ze heel goed aan en houden ze je perfect op je plek. Verder heeft hij ook alle luxe die je nodig hebt, want hij heeft een goed navigatiesysteem. Hij is ook uitgerust met full link, zoals ik eerder al zei. En hij heeft zetelverwarming die over de hele stoel verspreid is. Hij heeft ook airconditioning en het geweldige Seat soundsysteem. Doorheen de wagen vind je ook jonge, frisse details, zoals bijvoorbeeld deze ventilatieroosters, die perfect bij het karakter van deze wagen passen. Het stuur van de Ibiza FR ziet er zeer sportief uit. Het is afgewerkt uit een half leder, half geperforeerd leder en het heeft een vlakke onderkant. Je vindt ook een leuke FR-inleg en alle knoppen zijn makkelijk te bedienen. Achteraan zijn ook pedals voorzien voor de DSG-bak te schakelen en dit zorgt voor een extra sportief gevoel. Verder heb je ook een handig scherm tussen de toerenteller en de snelheidsmeter waar bijvoorbeeld alle informatie van de wagen op terug te vinden is. Maar hierop komen ook aanwijzingen van het navigatiesysteem. Ik ben nu al enkele dagen aan het rijden in de Seat Ibiza en tot nu toe ben ik echt wel zeer tevreden. Het is een aangename wagen met een leuk en speels karakter en dat voel je ook wanneer je ermee rijdt. Daar heeft hij misschien wel te danken aan zijn lage gewicht, want hij weegt net iets over de 1000 kg en dan heb je niet heel veel vermogen nodig om toch wel een leuke rijervaring te kunnen creëren. Deze wagen is namelijk uitgerust met een 1000cc 3-cilinder met 110 pk en die geeft echt wel het gevoel dat het voldoende is. Nu, deze 3-cilinder klinkt ook zeer leuk, want 3-cilinders staan er namelijk voor bekend dat ze een rauw en speels geluid geven. En dat is bij deze ook het geval. Wanneer je rustig rijdt, klinkt hij ook zeer stil. De geluidsdemping is goed
En het is ook een wagen waar je perfect dagelijks vele kilometers mee kan rijden. Want deze 7-traps DSG schakelt naadloos en zorgt voor een moeiteloos gevoel. Verder heeft hij ook zeer goede remmen en over het algemeen is het gewoon een wagen die goed rijdt. De Xenon koplampen van de Seat Ibiza zijn op zich al zeer goed, maar hij heeft nog een handig hulpsysteem om de zichtbaarheid nog te verbeteren, namelijk bochtverlichting. Het systeem werkt als volgt. Wanneer je aan je stuurwiel draait of je richtingsaanwijzer opzet, zal de binnenkant van de bocht verlicht worden door één van de mistlampen. Dit zorgt ervoor dat je ook 's nachts in alle rust kan rijden. Achterin heeft de Seat Ibiza opnieuw de half leder, half Alcantara afwerking. Er is een handig opbergvak voorzien en er is ook voldoende ruimte. Achterin kan je ook meegenieten van het geweldige Seat Soundsystem. De Seat Ibiza heeft ook een degelijke koffer voor zijn grootte. Deze is namelijk 292 liter groot en ze is ook uitbreidbaar naar 938 liter als je de zetels platlegt. Dat is dus zeker niet slecht voor een kleine hatchback als deze. Ik heb nu een week gereden met de Seat Ibiza FR en net zoals ongeveer een jaar geleden ben ik opnieuw zeer tevreden van het Ibiza model. Hiermee bewijzen ze dat je niet heel veel geld moet neerleggen om toch een leuke auto te hebben. En over het algemeen bewijzen ze ook dat ze innovatief zijn. Er is bijvoorbeeld een handig opbergvak onder de passagierszetel dat ik zelf nog maar net ontdekt heb en de subwoofer zit verwerkt in het reservewiel en hiermee willen ze toch wel bewijzen dat ze elk beetje plek kunnen benutten. Over het algemeen is het ook een wagen waar je snel aan wint. Dat komt door zijn compacte formaat en zijn handige hulpsystemen zoals bijvoorbeeld parkeersensoren en een achteruitrijcamera. Verder rijdt hij ook gewoon leuk zoals ik eerder al zei en de DSG-bak zorgt voor een moeiteloos en vlot gevoel. Over het algemeen bewijst Seat dus opnieuw dat je prijskwaliteit heel goed zit bij Seat. Na een week gereden met de Seat Ibiza FR ben ik echt wel tevreden van deze kleine hatchback. Het is een wagen met een leuk en tof karakter en het is iets anders dan het grijze dagelijkse verkeer. Verder is het een wagen dat rijplezier en comfort levert voor een betaalbare prijs. Wil u meer van ons zien, kan u altijd abonneren op ons YouTube-kanaal of gewoon naar onze Facebookpagina gaan voor alle foto's van onze tests en fotoshoots te bekijken. Wil u misschien onze vorige test bekijken, kan u gewoon klikken op het vak op uw scherm. Alvast bedankt en tot de volgende keer.